Gerben, je bent toch niet al geland, hè, of wel? Gerben, jij mag lekker met het vliegtuig. En Robert, jij gaat met de trein. Maar het is geen wedstrijd tussen ons, hè? Nee, het is een eerlijke test wie als eerst in Londen is. Even goed succes. Oh ja. Oké, ik heb mijn ticket. Nu moet ik naar de gate. We zijn 2,5 uur onderweg en hier in Brussel stappen we dus pas echt op de Eurostar. Ja, ik zit nu precies 2 uur ben ik onderweg. Ik zit in het vliegtuig, maar ik zit nog steeds in Amsterdam. Dus misschien nog niet echt heel erg op. Maar met een uurtje ben ik wel in Londen. Ietsje later, maar Gerben heeft vast geen champagne gekregen. Proost. Touchdown. Nou, ik hoef niet bij die bal te zijn, dus ik ga gewoon lekker meteen in één keer door. Over 2 minuten vertrekt de trein. En dan moet ik nog overstappen op de metro. Ik ben gewoon in Londen, ik heb het gewoon al gehaald. Yes! Hij is er al, ongelooflijk. 4 uur, 2 minuten, van Amsterdam Centraal naar de Big Ben in Londen met het vliegtuig. En nergens Robert Schouten. Nergens. Nee, maar een beetje lang duren hoor met Robert. Wow. Daar staat hij, daar komt hij. Hij staat er al lang natuurlijk, Mr. Swift. Wil je me hebben hoor. Hallo. Congrats. Hoe lang ben je er al? Echt al 1,5 uur. 1,5 uur. Ja. Morgen wordt het echt spannender. Belooft? Ja, de pub in. De pub in, ja. Doen we. Vandaag natuurlijk zonder tussenstop in Brussel, dus Gerben, ik ga je pakken. Hier komt de trein aan die ik moet hebben. Dit is dus het moment om de timer te starten. En ja, gewoon weer wie het eerst op Amsterdam Centraal is. Nou, daar gaan we. Tijd voor revanche. Alright, nou de trein vertrekt net. Ik ben in City. Ik heb nou ja, nog een klein uurtje denk ik om alles te regelen. Een van de leuke dingen van de trein, de restauratiewagen. Kijk, dit kan natuurlijk niet in een vliegtuig. Een van de voordelen van de trein is natuurlijk ook dat je heel comfortabel kan zitten. Beenruimte bijvoorbeeld. Ruim 40 centimeter. Gerben. Je bent toch niet al geland, hè, of wel? Jazeker, ik ben de douane zelfs al door. Oh, je bent al door de douane. Nou, dan hebben we volgens mij weer niet een close finish, of wel? Stop de tijd. Ik heb het gewoon gered. Amsterdam Centraal. Als dat Gerben niet is, hij is er alweer. Gefeliciteerd weer, Gerben. Dank, ik ben er al een uur hoor. Ah, maar ik had een hele comfortabele reis. Ga je mee? Ja. Naar de redactie.